ik voetbal bij FC Leeuwenburg. Yes. Ik train op dit sportpark elke maandag en woensdag van 7:30 tot 8:00. En zelf hou ik ook heel erg van trampoline springen. Daar zie je nu wat filmpjes van. Voor mij. Nu even terug naar het voetbal. Als is mijn zesde voetbal ik bij FC Leeuwenburg. Voor voetbal had ik nog nooit tegen een bal aangetrapt. En mijn opa en vader vonden het heel leuk als ik op voetbal zou gaan, omdat hun ook altijd al voetballen. Sinds de eerste training ben ik bevangen door het voetbalvirus en trap ik hele dagen tegen een bal. Met voetbal heb ik al vele prijzen gewonnen met mijn team, zowel Nederlandse als internationale toernooien. Ik ben zelfs een keer man of the tournament geworden. Maar bovenal ben ik toch wel een teamplayer. Nu krijg je ook wat te zien over wat ik allemaal heb gewonnen. En je krijgt straks ook nog een heel mooi doelpunt van mij te zien. Dat van 3 weken geleden. Dit zijn dus mijn prijzen. Deze heb ik een internationaal toernooi meegedaan. Dat is in Aalborg, kan je ook zien. Die achterste, dat is de hele grote. Daar zijn we eerste geworden op een e-toernooi. Dit was gewoon van een voetbaldag. Deze is ook van een voetbaldag. Daar zijn we kampioen geworden in de F1. En hier zijn we vijfde geworden in een e-toernooi. Dat was een beetje minder. En daar zijn we nog tweede geworden in een 4-tegen-4 toernooi. Dus ja, dit zijn mijn prijzen die ik heb gewonnen. Dit was de vlog van Milian van der Linden uit 1H. Doei!